Nou, ik wou iets met film. Toen heb ik een vooropleiding gedaan in Denemarken, acht maanden. En daar was een, was een geluidspersoon en die had zo'n lange baard. <laughs> en die had het altijd over sound. En die zei tegen mij, van, uh, die heeft mij echt, was echt een soort guru, die heeft mij een soort van verteld van wat geluid kan doen. Het, het brengt je echt op zo'n ander niveau. En ik, hij liet me horen van hoe iets kwam uit de montage en hoe het daarna in geluid klonk. En het was gewoon een ervaring. In plaats van dat je alleen naar beeld aan het kijken bent, dat was heel bijzonder. Voor mij begon het eigenlijk eerst bij film. Um, ik ging um, in de laatste jaren van de middelbare school ging ik steeds meer films kijken, steeds meer geïnteresseerd in film, uh, steeds meer bezig met film en steeds meer over leren. Um, en toen op een gegeven moment vroeg iemand aan mij: uh, Wil je niet naar de Filmacademie? En ik had er nog helemaal niet over nagedacht. Ik, uh, ik was bezig met een studiekeuze, met mijn studiekeuze en ik wist het. Eigenlijk niet zo goed. En toen opeens kwam die vraag. En toen dacht ik: van ja, dat is eigenlijk niet zo'n slecht idee. Dus toen ben ik me een beetje gaan verdiepen en kijken: wat, wat kan je er allemaal doen? Um, en toen op een gegeven moment ben ik bij de sounddesign gekomen. Dat ik uh, jaren hiervoor heb, heb ik dieën Dus toen dacht ik: van nou, misschien vind ik dat wel wat. Nou ja, nu, nu ik er zelf over terugdenk, denk ik van ja, niet per se een hele goede reden om daarom direct naar sounddesign te gaan. Maar um, toen heb ik me, dus nou, dat was mijn eerste. Ja, gedachten. En toen ben ik uh, me wat gaan verdiepen en gaan kijken van oké, okay, wat houdt het dan precies in? Het mooiste vind ik van geluid is dat je echt het publiek raakt. Dus dat je echt, je kan mensen echt de film inslepen of juist opeens eruit gooien. Je kan mensen in, helemaal in verwarring brengen of je kan mensen helemaal meenemen in het moment. Op de sound design opleiding heb je drie verschillende specialiteiten. Je hebt de opnames op set. Dan sta je met zo'n hengel. Sta je op set, sta je het geluid op te nemen. Uh, en daar ben je ook eigenlijk best wel creatief bezig met denken van hoe kunnen we de sfeer die we later willen overbrengen in de film het best terugbrengen. Van, stel dat we een extra opname maken van mensen die uh, als extras ergens in een café zitten. Moeten ze juist heel hard schreeuwen of moeten ze heel zachtjes praten? Uh, dan vervolgens heb je het sound design en dat is eigenlijk het geluidsconcept dat je maakt. Je maakt een bepaald idee van hoe gaat het geluid in deze film het verhaal vertellen. En dan vervolgens heb je de mixage en die zorgt er echt voor, de mixer zorgt ervoor dat de film echt overkomt bij het publiek. We krijgen les met de theorie van hoe werkt het geluid. Uh, het is ook vrij veel technisch. Uh, wat we leren, uh, maar eigenlijk staat alle technische, technische middelen die we leren. Uh, staan in het teken van de inhoudelijke vertelling. Um, dus, nou ja, elke. Uh, ik bedoel, we krijgen eerst les van. Uh, nou, oké, okay, dit is de apparatuur waarmee we werken, dit zijn de programma's waarmee we werken. En vervolgens worden we daar eigenlijk steeds een beetje op losgelaten. van uh, wat, wat kunnen we hier nou mee doen? Wat kunnen we hiermee maken en verzinnen? Um, en dan vervolgens, ja, dan krijgen we daar feedback op. Oké, okay, hoe kan je dit gebruiken? Hoe kan je dit het beste gebruiken? En, uh, dus het is, het is veel... Uh, ja, t, t, je, je krijgt zeker wel wat techniek. Maar dat is vooral um, om baas te leggen... en uiteindelijk te gebruiken voor de inhoudelijke vertelling. Het leukste aan de Filmacademie vind ik uh, de samenwerking. Ja. Dus dat je echt... Je bent niet alleen binnen je vakklas samen aan het werken maar ook met, eigenlijk, eigenlijk met de hele school. Stel, je werkt aan een animatieproject... dan ga je even langs bij Visual Facts om te kijken hoe het daar gaat. Of je gaat langs bij de montage. Of je gaat op de set met cinematografie. ben je echt bezig met oogcontact houden en bedenken van... Bijvoorbeeld bij een documentaire. Stel dat, er, dat, dat ik iets zou horen in geluid. Bijvoorbeeld een groep ganzen dat zou overvliegen. Dan kan ik snel de camerapersoon aantikken van... Hij komt eraan en dan gaat hij snel met de camera mee. En dan hebben we precies wat we, wat we zoeken. Nou ja, als we het hebben over de samenwerking met de hele lichting. Nou ja, je werkt dus samen met, met, met alle andere richtingen om samen de, de film te maken. Um, maar ik zit, zelf, ik zit zelf nog maar in de tweede. En dan doe je de, zowel de um, opzet, het geluid, de geluidsopname en uh, de postproductie. Um, dus jij weet meer van de samenwerking binnen sounddesign. Want dat uh, hoef ik nog niet te doen. <laughs> nou ja, je werkt wel ik samen. Een hele film zelf je werkt maken. wel samen, maar uh, uh, je doet in principe ben je zelf uh, verantwoordelijk voor de opname en de ja. post. Ja, want vanaf de derde, uh, heb je eigenlijk als sounddesigner een project en daarbij is er dan iemand die doet zetten en iemand doet een mix. En we werken samen met componisten van het consortium. Dus vanaf het derde jaar worden er vanuit het consortium er, er een Master of Composing voor film. En dan is er bij elk project is er dan een componist die met ons samenwerkt. Passie heb je zeker nodig. Ja. Je hebt absoluut passie nodig. Ja. Nou ja, ik bedoel, het is ook um, de studie zelf. Het is ook wel hard werken, het is af en toe pittig. Uh, dus um, een, uh, ja, een passie voor film en een passie voor geluid is daar inderdaad wel bij nodig. Maar als je dat eenmaal hebt, dan, uh, dan, dan is het ook vooral echt heel erg leuk. En het samenwerken zelf natuurlijk. Ja, oh ja dat is ook wel een hele belangrijke. Als je echt alleen je maar moet, op je eigen eilandje zit, dan, je moet, dan je kom moet je niet verder. Kunnen, kunnen, kunnen samenwerken, ja. communiceren, je idee kunnen overbrengen. Um, ja, om uh, vervolgens ja, met elkaar een uh, vertelling te uh, maken. Het is wel een veel besproken onderwerp. Ja, erg veel besproken. Ja. Um, en het is, ja, het is soms wel. Um, jammer dat. Tenminste, als ik nu kijk naar mijn eigen klas en de lichtingen boven mij en ook onder mij. Is er niet. niet, 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 niet ja, wat mij betreft niet genoeg diversiteit. Maar het, het probleem is denk ik ook wel een beetje. Is dat sound design gewoon niet zo heel erg bekend is. bij mensen buiten de academie. Um, dus dat daar ook maar. Select, ja, maar een klein groepje is dat zich aanmeldt. Um, maar daar zou, zou niet zijn zeker um, profijt bij hebben, denk ik. Het is wel zo dat in de afgelopen zes jaar veel meer vrouwen zijn. Ja, dat wel. Volgens dus dat mij de is, laatste, is volgens mij. Ken je de eerstejaars? Ik ken de eerstejaars. De eerstejaars half... eerste hebben we vijf. Uh, ja, inderdaad, half half, vijf ja. vrouwen, vijf mannen. Dus dat is, dat is wel heel goed. En dat is ook wel waar uh, de academie. Heel erg probeert naartoe te gaan. Dat het niet, want de, 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 zeker de, de sounddesign-wereld is. Uh, de, de oudere sounddesign-wereld is uh, vooral uh, veel mannen. En volgens mij. doet de academie wel. zijn best om ja. daar iets van. Nou, een kleine verandering in te brengen. Dat ja. dat, dat iets meer uh, gelijk wordt. Dus dat is wel heel goed.